Home Sweet Home. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepi, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering zijn wij bij de Spirit Temple geweest, hebben die gehaald als jong Link, maar moeten we nog terug zeg maar als volwassenen, omdat we dus zeg maar de Silver Gauntlet te pakken hebben gekregen. Waardoor dat we verder kunnen gaan, maar dan als volwassen Link. Nou zijn er een paar dingen die ik eerst eventjes wil doen als Jan Link, aangezien dat dit de laatste keer is dat wij als Jan Link gaan spelen. Dus ja. Er is maar gevraagd of ik namelijk ook de Deku Sticks, de Deku Nut upgrade zou laten zien. En in deze aflevering wil ik eigenlijk de laatste puntjes op de i doen, die dus zeg maar mogelijk zijn met Jan Link, of Jong Zeepi in dit geval. Dus ja, daar gaan we eigenlijk een beetje op focussen in deze aflevering. Nou, we zijn in Kokiri Forest. Vergeet niet de normale spawnpoint als je als jongen, hoe je je ook hebt genoemd, begint. Dan zul je altijd zeg maar in de Kokiri Forest zeg maar spawnen. En, of ja, beginnen. Tegenwoordig heet dat spawnen, dus lekker belangrijk. En dat is eigenlijk best wel handig, want alle functies die we dus zeg maar, alle upgrades die we dus zeg maar willen halen, die zijn te halen in de Lost Woods. We hebben sowieso eerst hier de, ja, Skullcat, die nog steeds aan het dansen is. Maar als wij hier naartoe gaan, dan komen wij dus zeg maar op de locatie die daar onder de brug heen gaat. En onder deze brug, dat is zeg maar die waar we de cutscene hebben gezien van Link met Saria, tot je de eerste ocarine krijgt. Laat ik eventjes de Deku Nuts pakken, die vind ik het makkelijkst om tegen deze kast te gebruiken. Heb je hier zeg maar een steentje staan en je hebt hier een salesman, die begint ook gelijk op mij te schieten. Maar op het moment dat je met deze gozer praat... I surrender! To make your quest easier, I can enable you to pick up more Deku Sticks, but it will cost you 40 rubies. Let's make a deal! Nou, oké, dus dat is eigenlijk de eerste Deku Stick upgrade die je dus kan krijgen. Nou, de reden waarom dat ik deze nog niet gedaan heb, je kunt hem namelijk heel erg vroeg al in het spel doen, is eigenlijk omdat ik gebruik Deku Sticks niet erg vaak en eerlijk gezegd heb ik de... Ja, deze upgrade eigenlijk altijd geskipt, omdat in mijn ogen was het niet echt heel erg boeiend. Ik bedoel, Deku Sticks is nou niet echt een item die je vaak zal gaan gebruiken. Dus ja, dan had ik echt zoiets van, ja, waarom zou ik het moeten doen? Nou, om naar de volgende locatie toe te gaan, dat is ook gewoon weer hier in de Lost Woods. Alles is eigenlijk nou te halen in de Lost Woods. Dan moeten we eigenlijk hier gewoon eventjes het doolhofje een beetje gaan volgen zoals dat we dat gewend zijn. Komen we hier weer uit, waar we de slingshot upgrade hebben gehad. Moeten we hierheen, moeten we hier naar rechts. Komen we bij het waterstukje uit. Bij het waterstukje moeten we naar links. En als ik me niet vergis, moeten we in plaats van rechtdoor hier nu ook links. Jap. Dan komen we op deze locatie hier uit en hier hebben wij ook weer een salesman. Hallo. Maar deze die verkoopt je volgens mij alleen maar Deku Nuts, dus daar hebben we niet echt veel aan. Dus, en ik druk weer op B. Sommigen die dachten dat ik dat echt opzettelijk deed, maar normaal gesproken is B automatisch een cancel. Maar ook al druk je dus zeg maar hier op B, wat verkoop jij? Deku Sticks. No way. Ja, ik druk dan op B zeg maar om het te cancelen en dan automatisch koop je hem omdat je dan zeg maar op oké staat. Dus is heel erg apart. Goed, wat we hier nodig hebben is je hebt hier op deze upgrades op zijn minst de Mask of Truth voor nodig. Voor de upgrades die we nou gaan krijgen. Dus laat ik die heel eventjes gaan equippen. En nou zit hier dus zeg maar een secret to everybody. Als ik hem hier even kan vinden. Ik haat het. Ik haat deze secret holes omdat ik ze nooit weet waar ze precies zitten. Kom op. Daar zit hij. Ah, daar zit hij. Nou, en als je dus naar binnen toe loopt. Heb ik een masker op? Nee. En ik druk dus het masker op en ik ga hier staan. Dan zie je deze gastje zeg zo van... Wow. Doe ik het verkeerd? Wat zegt dat bord hier? For a stage. We are waiting to see your beautiful face win forever the surprises. Oké, blijkbaar vinden ze dit masker dus niet zo mooi. Ik dacht toch echt dat het met dit masker was. Heb ik het dan verkeerd gedaan?
Nou, ze boeien behoorlijk. Ik ga heel eventjes een ander masker proberen, maar waarschijnlijk is het gewoon compleet random. De vorige keer toen ik dit voor de eerste keer deed was namelijk met dit masker, maar... Misschien de Dekkelforest masker dan? Laten we weer weggaan. Ik zie jullie zo. Oké, ik denk dat we een kleine issue hebben. Dit wist ik namelijk niet van de Nintendo 64 versie. Aangezien dat ik deze upgrades bijna nooit heb en ik heb ze één keer gehaald gewoon voor de lols. Want ik heb toen de Lost Woods gevonden en toen zag ik hier en... Het blijkt dus dat... ik heb alle maskers geprobeerd en er op eentje reageerden ze gelukkig wel positief. En dat is deze. Maar dit is voor een hele andere upgrade. Jullie zullen het zien. Yay, dat ziet er gaaf uit. Nu zijn we blij. Joepie. En dan komen ze allemaal om je heen. Wat leuk. Dus, ja. Fans. Jongens. All of the young Deku Scrub Brothers agree. You look exactly like a sacred forest totem. As an offering from us, please accept these Deku Sticks. We will also enhance your carrying skills. Abracadabra! Halakazam! En we hebben dus nog een upgrade gekregen voor de Deku Sticks. Yay! Nou, zoals we dus weten, de Deku Nusten zitten nog steeds op 20 maximaal. Maar hier zou je dus ook nog een upgrade kunnen krijgen van de Deku Sticks. Zo, hoe werkt dit? Voor de mensen die dit spelen op de Nintendo 64 moet ik jullie helaas teleurstellen. Wij zullen hem niet meer krijgen. In de Nintendo 64 blijkt dus een glitch te zitten tot op het moment dat je de trading quest hebt gedaan. Tot het punt van de sawmill. Dat je dus zeg maar dat zaagje hebt gekregen. En dus de mushroom al gedaan hebt. Dan werkt het niet meer. Dan kom je hier binnen en word je dus bekogeld met seeds. Dit is gefixt in de 3DS versie. Al dus ik zover heb gelezen. Want ik heb er eventjes wat research in gedaan. Maar er blijkt dus nou geen enkele mogelijkheid meer te zijn na die sidequest. Om die upgrade te krijgen in de Nintendo 64 versie. Dus 3DS gebruikers, jullie hebben geluk. Want het is daar gelukkig in gefixt. Voor ons helaas kunnen we dus hier niet... de Deku Nuts upgrade krijgen via de Mask of Truth. Want het is wel degelijk de Mask of Truth die je moet dragen. Maar helaas hebben wij dus de pech dat we al veel te ver in het spel zitten. Waarom dat die glitch bestaat? Ik weet het niet. Blame Nintendo. Niet te hard natuurlijk, want ze hebben een awesome spel gemaakt. Oké, nou willen we hier dus zeg maar, als ik me niet vergis, twee keer naar links gaan. En dan hebben we hier een steen. Ja, we gaan gewoon door nog even met de miniatuur dingen die we kunnen doen als een jong Linky. Dus echt een hele research gedaan gewoon om die upgrades te krijgen. Maar deze die ken ik dan gelukkig nog wel uit het hoofd. En deze is ook van een verkoper, dus deze is heel erg makkelijk. En die skip je niet zo snel gelukkig. Dus ja, ik doe het altijd. Je kunt het op allerlei manieren doen nog. Hoppakee, dat is 1. Hoppakee, dat is 2. Jij raakt mij, ik raak jou. Hartstikke blij. Deze die zegt namelijk, to make your quest easier, I can enable you to pick more Deku Nuts. Kost ook 40 rupees, kun je ook zo snel mogelijk eigenlijk in het spel doen. Dus ja... En deze die verkoopt je gewoon rotzooi als ik me niet vergis. Ja, die verkoopt alleen maar de Deku Seeds. No way, dankjewel. Yikes! Doei. Dus behoorlijke downer. Nooit eigenlijk geweten van die glitch. Dus ik baal er eigenlijk best wel een beetje van. Nou is er nog één ding dat ik zou laten zien als jong broekie Zeepie. En dat doen we in Hyrule Castle. Nee, echt... Zelfs, ik speel dit spel al voor de zoveelste keren. Zelfs dus vandaag de dag leer ik nog dingen. Oké, dat was helaas niet echt een nuttig ding wat ik leerde. Ik bedoel, ik wist niet dat die glitch er was. Want ik heb het nog nooit eigenlijk na het handzaagje gedaan. Maar ja, toch wel jammer eigenlijk. Want ja, oké, Deku Nuts zoals ik al zei in het begin van de aflevering. Ik gebruik ze bijna niet. Dus ja, echt van... oh nee, ik wil het toch maxed out hebben. Ja... Ik wou dat eigenlijk dus zeg maar doen op het moment dat ik dus klaar was met alles. En dat was een mooie afsluiter als jonge Zeep. Want ja, helaas dit is de laatste keer dat we als jonge Zeep spelen. Wat best wel vervelend is. Want ja, jonge Zeep... vergeet niet dat hij dus zeg maar wel verder gaat met Ocarina of... Ocarina of Time. Met Majora's Mask. Dus ja...
We hebben op zich wel heel veel avonturen beleefd en we zullen dus niet meer de slingshot en alles kunnen gebruiken, wat eigenlijk best wel jammer is. Maar goed, er is dus zeg maar, wat ik nog als final wou doen, als de jonge zeep, is dus zeg maar de Infinite Golden Skullchilla glitch. De Infinite Golden Skullchilla glitch kan ervoor zorgen dat je dus zeg maar meer dan 100 Skullchillas gaat hebben. Deze glitch die heb ik toen gehoord van een vriend toen ik nog zelf op school zat. Toen kwam er iemand aan en die zei toen, waarschijnlijk had hij het ergens gelezen of zo. Ik weet niet precies hoe, maar ik had het van een maat gehoord. En die zegt van ja, dan moet je dan bij deze en dan kun je dan oneindige Skullchillas. Zo ben ik er toen achter gekomen. Vergeet niet, 1998, dat was nog eigenlijk het moment dat ik nog internetloos was. Dus toen had ik nog geen internet. Dat klinkt misschien heel erg raar, maar 1998 is best lang geleden, laten we eerlijk wezen. Maar we willen dus zeg maar eventjes weer terug naar het kasteel sneaken. Want ja, die guards die zijn nog steeds zo blind als wat. Ondanks dat het kasteel is aangevallen, Zelda er niet meer is en het kasteel is aangevallen, staan die guards er nog steeds van. Maar je mag er nog steeds niet in. We zijn nog steeds van mening dat we hier nog steeds ons loon krijgen als we hier gestraft zijn. Dus ja, ik snap ook niet hoe die logica's werken met een broodje gezond verstand en smeer mijn boter. Maar goed. Wat we willen doen, is we willen hier gaan staan en de items die we hiervoor nodig hebben is de ocarina en de boomerang. Meer hebben we niet nodig. Voordat je dit doet, save het spel. Ik weet niet trouwens of dit nog werkt in de 3DS versie. Waarschijnlijk is dit gepatcht. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Maar goed, wat we moeten doen is we moeten de Song of Storm spelen. En dan gaat hier een gat open. Nou, dit gat hier, dat leidt ons naar een Golden Skullchilla. Oh, en we hebben ook bommen nodig. Was ik helemaal vergeten, mijn excuses. Nou ja, gelukkig heb je hier maar één bom nodig, want je hoeft er maar één keer open te blazen. Dus, even kijken, moet ik wel de goede hebben? Is dit de goede? Nee, dat is niet de goede. Kunnen we insecten halen? Even kijken hoor. Ik gebruik die glitch eigenlijk nooit. Ja, hier hebben we hem. Oké, dit kan best wel pittig zijn om te doen namelijk. Want wat je moet doen is... Kijk eventjes naar mijn Golden Skullchilla totaal. We hebben 58 Golden Skullchillas op het moment. Dus eventjes onthouden dat we 58 hebben. Nou, wat we moeten doen is we moeten de Skullchilla gewoon verslaan. Dan krijgen we de token. En op het moment dat we de boomerang gebruiken, willen we in het licht... Ik doe het verkeerd. Ik ben zo terug. Oké, sorry daarvoor. Ik deed het eventjes helemaal verkeerd. Wat je namelijk wil doen is je wil niet zijwaarts ervan staan, maar je wil erachter gaan staan. Als je erachter staat, hoef je namelijk alleen maar naar voren te lopen. Maar wat namelijk de bedoeling is als je je aanlokt op die Golden Skullchilla en je gebruikt je boomerang en je loopt naar voren toe, dan gebeurt er dit. Waarschijnlijk was ik iets te snel om te hopen dat het dus zeg maar niet gebeurde. Even kijken hoor. Volgens mij heeft hij hem nou ook niet geteld. Nee, hij heeft hem nou niet geteld. Mijn excuses. We proberen het nog een keer. Oh, die stenen die herspannen dus wel. Dat is vervelend. Nou ja, volgens mij is het altijd degene achter je. Yep, het is altijd degene achter je. Dus zorg ervoor dat je genoeg bommen hebt als je dus zeg maar naar de honden toe wil farmen op deze manier. En sorry dat ik het twee keer verkeerd heb laten zien. Maar ja, derde keer is scheepsrecht, zullen we maar zeggen. Dus, ik bedoel, we hebben een negatieve glitch in de Ocarina of Time. Dus laten we nou maar even de positieve glitch hebben. Oké, nu dan. Ja. Hij zegt dus dat we hem hebben, terwijl dat op het moment dat we hem hebben... zijn we dus zeg maar door die portal gegaan. Zoals je ziet, hij telt, we hebben 59 Golden Skullchillas. Maar als ik nou dus zeg maar weer dit nummer speel... Het nummer blijft leuk. Ik weet niet waarom, maar het nummer blijft gewoon leuk. Goed. Dan horen we dus zeg maar weer een golden... Of ja, horen we dus zeg maar de andere Skullchillas. Maar op het moment... zien we hier dat hij er weer is. Dit wil dus zeggen dat op het moment dat je dit zeg maar blijft doen... Ik ga het nou niet doen, aangezien deze telt. We hebben hem legit, dus we hebben 59. Omdat ik wel wil kijken hoeveel Skullchillas dat we halen, zeg maar, in deze playthrough.
Maar dit wil dus zeggen dat je dit oneindig kan blijven doen en dat je dus zelfs over de 100 Golden Skulls helaas kan krijgen in de Nintendo 64 versie. Ik weet niet of het gepatcht is in de 3DS versie. Mocht dat wel zo zijn, laat het weten in de reacties natuurlijk als je daar tijd voor hebt. Zou ik heel erg fijn vinden. Ik heb zelf nog niet eens geëxperimenteerd op een 3DS, omdat ik kom bijna niet aan de 3DS. Waarom zou ik de 3DS versie spelen als ik voor jullie nou de Nintendo 64 versie speel? Maakt niet uit. Dus, dat waren eigenlijk alle dingen die we konden doen nog als Jan Link. Dus, of Jonge Zeep in dit geval. Dus, jammer genoeg zijn we klaar met Jonge Zeep. En gaan we dus zeg maar richting de Spirit Temple als volwassenen. Dus, ja. De slingshot, de boomerang. We zullen ze allemaal niet meer gebruiken. De Deku Sticks, de Deku Nuts. Nou, Deku Nuts kunnen we nog steeds gebruiken trouwens. Alleen we kunnen die upgrade niet krijgen. Wat best wel vervelend is. Als ik er zo over nadenk. Maar ja, aan de andere kant, wij kunnen Infinite Skulls krijgen. Dus, ja. Heel erg interessant. Met dat gezegd te hebben. Op naar de volwassenheid. Point of no return. Ja, je kunt natuurlijk nog wat terug als jong bent. Op dit moment is het niet nodig. En we hebben de Master Sword weer in onze positie. Nou is er nog één klein dingetje. Waar ik... Even kijken. Oh ja, de vierde bottle. Ik zit heel eventjes te denken van waar we het ook weer over hebben. De vierde bottle die gaan we dus zeg maar door nadat we de Spirit Temple hebben gedaan. Dus ik ga eerst verder met de Spirit Temple. Daarna gaan we de laatste sidequest doen. Want dan hebben we tenminste nog één sidequest waar we niet naar uit zitten te kijken. Want echt serieus, ik ga het zetten. Maar goed. Met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje of heb je het geëxperimenteerd in de 3DS? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En morgen gaan we dus zeg maar naar de Spirit Temple. Zoals je nu kunt zien, we hebben de gauntlets aan. Dus zouden we eindelijk verder kunnen gaan. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Tot dan. Doei!